Het personeel van het Nationaal Vervoersbedrijf NVB is weer aan het werk. De Bond van Personeel en de directie hebben gistermiddag een voor beide partijen bevredigend akkoord bereikt. Er is overeengekomen dat een deel van de TWK-gelden die nog uitbetaald moeten worden, dinsdag worden overgemaakt. Het andere deel krijgen zij voor eind februari 2017. De actie van het personeel had te maken met de uitbetaling van TWK-gelden bestaande uit koerscompensatie en lump sum van in totaal 2800 SRD per werknemer. Afgesproken was dat het geld aan het eind van de maanden oktober, november en december uitbetaald zou worden. In oktober is er 1000 SRD overgemaakt, maar de werknemers namen daar geen genoegen mee. Deze week is er een ander deel van het bedrag overgemaakt, maar dat stemde nog niet tot tevredenheid, omdat de arbeiders alles in één keer uitbetaald wilden hebben. Uiteindelijk gingen ze akkoord met de gefaseerde uitbetaling dit jaar en volgend jaar.